Dit zijn Eva, Mike, Jasmijn, Fouad en Joep. Ze zitten bij elkaar in de klas en zijn goede vrienden. Ze gaan alle vijf anders om met geld. Eva geeft haar geld meteen uit. Mike spaart al voor later. Jasmijn weet precies wat ze wil en kan goed sparen. Fouad doet klusjes voor geld. Dan gaat het sparen sneller. Joep leent soms geld als hij geld tekort komt. Deze les gaat over slim sparen en plannen. Je kunt voor verschillende dingen sparen. Je kunt sparen voor een doel, zoals voor nieuwe kleren of een leuk uitje. Je kunt ook sparen voor onverwachte dingen. Voor als iets kapot gaat. Of voor als je plotseling iets leuks tegenkomt. Dan heb je geld om het te kopen. En je kunt sparen voor later. Soms weet je lang van tevoren dat je iets wilt kopen. Een mooie schooltas voor de middelbare school bijvoorbeeld. Hoe eerder je begint met sparen, hoe meer geld je straks hebt. Sparen duurt helaas lang. Sommige mensen lenen geld bij de bank of van iemand. Je maakt dan afspraken over het terugbetalen. Geld lenen is meestal geen goed idee. Je kunt wel sneller iets kopen, maar je moet het geleende geld ook weer terugbetalen. En wat als dat niet lukt? Voor sommige dingen kun je je ook verzekeren. Zoals een fietsverzekering. Die sluit je af als je een dure nieuwe fiets koopt. Je betaalt dan wat geld aan de verzekeraar. Dat noem je een premie. Als je fiets dan wordt gestolen, betaalt de verzekering een nieuwe fiets. Voor kleinere ongelukjes is een verzekering niet nodig. Daarvoor kun je ook zelf sparen in een extra geldpotje. Door slim te sparen en te plannen, verzamel je dus geld. Geld voor iets dat je later kunt kopen.